jullie kijken naar deze nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben hier gezellig samen met... Chloé! We zijn gezellig bij de Primark. En we dachten hoe leuk is het om eventjes een shoplog te filmen. Een passende shoplog. We gaan lekker wat dingen filmen. We zijn in Tilburg. Dus zijn benieuwd. Voor het eerst bij de Primark. Ja. Ik ga hier niet heel vaak meer heen. Vroeger ging ik er echt vaker in. Eén keer in het jaar mocht ik dan een hele tas kleding uitzoeken. We hebben ouders, maar het was ook echt nog maar... Een paar euro per item. Tegenwoordig is volgens mij ook echt wel best wel duur geworden. Klopt, ja. Ben benieuwd. Het is echt groot volgens mij, ja. We dachten net dat het dicht was, maar het valt volgens mij mee. Dus laten we naar binnen gaan. Ja, maar dat moet ook. Nu ook, we moeten passen, Chloé. Oh ja, excuse. ik dacht ik doe even vroeg, pak die al de tas mee. En dat zie je mij. Ik alsnog. En jij ook. Oké. Ik wil altijd naar heen, want Joy heeft ook altijd in het begin van beautiness. Oh, echt? Ja, dat was ik altijd. Oh, mijn god, ik moeder was. Je moet al die dingen hebben die zij ook heeft. Ja. Oh, ik wil echt even zo'n extra vest. Ik heb dus die lichtgrijze, draag ik echt zo vaak. Maar het is echt gewoon top. Om even snel over je dingetje heen te doen. Wat heb je daar voor moois? Oh, wauw. Sportkleding is oprecht wat chill hoor. Ja, luister, sportkleding is zo duur, vond ik. Ja, is ook duur. Ja, misschien is het handig. Het is gewoon een simpel zwart t-shirt, want ik kan niet zoveel mis mee gaan. Prima. Het is hier wel heel warm. Ja, niet normaal. Verschrikkelijk. Is voor mij hoor, maar... Allemaal wel leuk versje. Cute. Nou, we zijn nu bij de paskamer. Ze vinden het allebei eigenlijk een beetje tegenvallen. Dus we hebben niet heel veel. Ik heb nu dit leuke vest. Deze vind ik allemaal echt cute met die knoopjes. Maar of het echt mijn stijl is, dat denk ik niet. Maar ik vind het wel leuk. En dan heeft Rita Ora ook een collectie. Daar heb ik een heel leuk wit blouseje van. Ik dacht, dat kan wel heel erg cute zijn. Dan heb ik twee leuke shorts. Een spijkershort en een witte. En dat gele topje, ja. Ik hoop echt dat die goed zit, want die vind ik gewoon echt geweldig. En ik hou van geel. En die is gewoon super chill voor op vakantie, maar ook gewoon voor lekker voor thuis. En dan heb ik hier nog een vest. Die heb ik ook al in het lichtgrijs. En die draag ik echt veel te vaak. Dus ik dacht een nieuw kleurtje erbij. Kan geen kwaad. Dus we gaan even alles lekker aanpassen. Nou jongens, ik heb nu dit vest aan. Maar dit is zo niet ik. En hij is een beetje te strak bij de armen. Maar ik vind hem wel heel leuk. Maar niet... Niet bij mij. En ik heb er natuurlijk ook nu nog een topje onder. Waardoor je het misschien niet heel goed ziet. Maar... Mama, en nu is het raar. Mij is een dingetje ook te klein. Heb je iets aan? Ja, Rita Ora ring. Kijk hè? Het is hier te klein. Jammer, ik vind hem echt heel leuk. Was het niet nog een maatje groter? Nee, volgens mij niet. Volgens mij te groot. Maar als hij dan zo zit. En wel wit natuurlijk. Hij is echt mooi. En jij hebt deze ook, toch? Oh, is het dezelfde? Ja, jij hebt deze ook. Oh, wat leuk. Misschien is hij bij jou leuker. Wat voor maat heb je aan nu? Ik denk 36. Oké. Ik heb ook, volgens mij heb ik een L. Dat is wel goed dan. Ja, hij is bij de buste gewoon best wel. Oké. Hij staat je echt leuk. Thanks, dit is echt heet en echt niet ik. Ik probeer een keer uit de comfortzone te gaan. Raar. Ja. Dit is niet leuk. Nee, dit is een 36. Oké. Okay. Helaas pinnetjes. Nou, dan ga ik mijn straks wel even proberen. Ik heb nu de gele top aan. Je ziet wel echt een beetje de plak bij haar er doorheen. Dat vind ik zelf wel iets minder. Dan weet ik niet, dus niet echt of ik hem dan ga dragen. Het kan op zich zonder BH op vakantie en zo, dat vind ik het niet erg. Maar op zich, als ik een bikini eronder heb, dan vind ik het wel gewoon leuk. Ik weet niet hoeveel dit kost. Kijken? Ja. Heel mooi. Ja. Jij bent er echt bruin door. Ja, alleen zie je die plak bij haar doorheen? Zie je heel erg. Ja, je ziet wel de voren. Maar op zich, als ik een roze bikini onder heb voor vakantie, is het wel cute. Of je moet, ik heb altijd van die litchi pads op. Ik denk dat je dat dus ook ziet. Ja? Ja, dat denk ik. Wel mooi. Hij is wel leuk. Ik denk wel dat hij meegaat. Hoeveel kost hij? 3,50. Ja. Moet dat nog lukken? Ja, dat lukt net. En wat heb jij aan? Zwart topje. Wel die is wel leuk. Ja, toch? Ja. Ja, ik denk ook wel, het is gewoon makkelijk. Ja. Het kan wel. Het is wel net even wat chiquer of zo. Ja, omdat er ook een dingetje in zit. Ja. Een bloemetje.
Nee, ik denk dat ik deze wel doe. Dat snap ik. Hoeveel kost die? Even kijken. Hij kost 4,50. Nou, dan moet je hem niet laten liggen. Die is echt superleuk. Ja, dit draag je toch vaak. Dat denk ik ook. Maar jouw topje ook, inderdaad. Als je gewoon met je armen doet. Op vakantie of gewoon thuis. Ja, ik zou hem doen. Ik ga hem doen. Ik ben echt benieuwd naar die witte bij jou. Ik ook. Ik denk echt dat dat de banger is. Ja? Ik denk dus dat het bij mij tegen gaat vallen. Nee. Oké. Maar jij bent lekker bruin, wit, mooi in je taille. Dat wel. We gaan proberen. Ja, je moet hier aan doen. Ja. Oké, ga hem aan. Is hij niet te strak? Zeg maar. Nou, boeien. Hij ziet er juist losser uit. Ja. Eerder te los dan te strak. Op zich is het wel een lekker stofje. Dit is voor het sporten trouwens, jongens. Ja. Leuk met sportlengte, gewoon lekker simpel. Ja, maar hij is alleen wel echt vet lang. Zeg maar. Ja. Maar dat kan je gewoon naar binnen duwen. Inderdaad. Ik denk wel gewoon inderdaad altijd makkelijk. Ik weet niet hoe duur het is. Och, ik heb het zo warm hier. Wat staat er? Hij is 6 euro. Ja. Dat is wel je duurste altijd aankoop. Ja, dat vind ik wel heel prettig. Ik vind het niet normaal. Nee, ik denk wel dat ik het doe. Ja, dat snap altijd ik. Makkelijk. Ja, joh. En dan loop je toch op de fiets, is dit al fijn, want dan loop je niet in zo'n kroptopje. Dat wel. Ja. Soms wil je gewoon even iets veiliger of zo. Ik denk dat ik hem doe. Nou, voor mij is het nog een geslaagde dag zo. Niet normaal. Bij mij moet het toch komen. Ik heb de gele top. Ja jongens, ik heb deze net aangehad, maar ik wil het er niet over hebben. Heel jammer dit. Nee, die kreeg ik echt niet tegen helaas. Echt jammer. Ik heb nu dit vest aan. Ja, het is een super saaie outfit, maar deze vesten zijn gewoon echt ideaal. Dus die gaat sowieso lekker mee. Ik moet zo nodig plassen. Ik heb dit broekje aan, jongens, maar ik word er niet warm van. Wat wel jammer, want ik vind de wassing vind ik echt super mooi. Maar die gaat niet meer naar huis. Maar misschien dat die witte anders zit, hè. We gaan die nog wel een kans geven, maar ik vrees het ergste. Oké, ik heb nu de witte aan, maar dat is echt precies hetzelfde verhaal. Hier word ik echt niet gelukkig van. Dus deze gaat ook terug. Echt een slechte shoppen vandaag, jongens. Ik had er echt meer van verwacht. Maar ja, voor mijn portemonnee is het wel beter. Nou, de meid gaat toch nog even kijken of haar maat er niet hangt. Want hij vond haar zo leuk. Deze zijn ook wel leuk, hoor. Ja? Ik zou hem gewoon meenemen. Deze zijn ook wel leuk, hoor. Ja, dat is deze toch? Of niet? Ja. Ja, want hier keek jij net ook al naar. Ja, toen was hij niet in mijn maat meer. En ja, nu moeten we opnieuw. Nee. Ik hou niet van passen. Is het dezelfde? Deze. Het is wel anders, maar ik vind deze ook wel leuk. Schijnt nog heel erg door. Schijnt nog heel erg door. Die, deze twee. Oh, joh. Ik zag het even niet. Zijn we! We zijn in een New Yorker. Ik heb hier een glittertopje, een jurkje, een soort giletje en nog een jurkje. Dus we gaan lekker even alles weer aanpassen. Wat heeft deze meid voor leuks aan? Maar ik vind het wel leuk. Ze twijfelt. Ja, meer van het is wel echt een feestding. Wel een leuk festivaltopje aan. Ja, maar ja, met wat draag je het, vind ik het. Maar dit zou ik niet aandoen. Ja, wit dan. Geen jeans. Dan zou ik het alleen maar zo'n witte krulje broekje dragen. Ja, ja. Verder dan niks. Nee, en die broek heb je niet per se in die wassing. Denk ik in elk geval. Hoe heet het prijsje? 15. De prijs is 15. Niet duur. Nee. En hij zit wel mooi. Ja, vind ik ook. Zou jij hem doen? Ik zou hem zelf weer doen als het zo zat was bij jou. Ja? Ja. Maar ik hou echt van denim tops. Ja, maar hier zit hij ook gewoon netjes. Ja? Nee, het is wel niet. Okay, maar wat, hoe jij... Ja, ik vind hem wel leuk, maar gewoon heel anders dan wat normaal zou doen. Ja, oké. Okay. Dat snap ik. Maar eerst dan even naar mijn zwarte top kijken. Ja, oké. Okay. Die zou al weer veiliger voelen. Ik heb nu zelf deze aan. Had leuk kunnen zijn, maar nee. Gaat ze achter zo'n bloot rugje, dus dat is wel heel cute. Maar die gaat niet mee, helaas. Oké, ik heb nu dit giletje aan. Ik vind hem wel leuk. Maar ik denk dat hij wel een beetje te klein is. Ik vind hem wat te strak zitten. Is een maat groot ook leuk geweest. Maar wel leuk. Als ik hem een maat groot zie straks, dan neem ik die zeker mee. Maar dit. Nee. Oké, dit jurkje toch misschien cute voor mijn bikini. Maar dit is hem niet. Een hele mooie roze jurk. Maar het schijnt echt te veel door, helaas.
We zijn weer thuis. En de video is aardig kort, dus ik ga nog even een kleine shoplog doen. Dan ga ik nog wel even laten zien wat ik al heb geshopt. Want in de Primark kon ik niet even filmen. Dus ik ben ook nog naar New Yorker geweest. Dus ik ga gewoon even laten zien wat ik allemaal heb geshopt. Ik ben ook nog naar de Normal geweest. Dat is een hele leuke winkel waar je gewoon... Ja, een soort van kruidvat, maar dan met meer merken. Van Got2Be heb ik deze haarlak gekocht. Ik had deze namelijk het weekend geleend van Amber. Toen we naar een festival gingen. Mijn haar zat echt fucking mooi, heel de avond. Ook een waxpotje. Dan gebruik ik dat ook eens om dit zeg maar gewoon strak te krijgen. Ik heb nu gewoon dit heel wat strak, omdat het gewoon haar was. Dat was natuurlijk heel wat geen zin om haar te wassen. Vanaf morgen ga ik lekker wassen. Deze, want ik heb dus een hele mooie trui van Isabel Marant trui. En die heb ik dus binnen en buiten gewassen. En nu heb ik dus allemaal stofjes erop. Dus ik dacht, misschien kan ik dat met dat eraf krijgen. Maar dat is het goud van de Primark. Dan heb ik nog deze Golden Drops. Dat zijn van die Drunk Elephant Drops. Van de Normal. En ik ga kijken of ze net zo goed zijn. Want bij Drunk Elephant zijn ze 30 euro. En hier was hij 5. Dus stel, het werkt goed dan. Ben ik echt super blij. Dan heb ik nog nieuwe droogshampoos gehaald van de Normal. Die zijn echt het allerbeste ooit, vind ik. Voor Curaçao heb ik weer even een nieuwe zonnebrand ingekocht. Olie en een normale zonnebrand. Make-up doekjes, altijd goed van de Primark natuurlijk. Dan heb ik hier een heerlijk vest. Wat zeggen jullie altijd? Primark of de Primark? Of de Primark? Of de Primark? Heel leuk vestje, die hebben jullie dus ook aangezien. Die zitten gewoon zo lekker. En gewoon super chill om er gewoon heen te doen. Al is het deze week lekker warm, dus het is niet echt nodig. Maar ja, je weet. Een heel erg leuk chill setje. Met zo'n mooi ribbelstofje. Ik heb hier al meer kleurtjes van. En zo'n heel setje kost... Even kijken hoeveel dat kost. Zet er niet op. Volgens mij was het iets van 7 euro. Dan heb ik nog een mini haarlak. Got2Be. Hand voor vakantie bijvoorbeeld. Dan heb ik een hele leuke pyjama. Die mocht ik niet passen. Maar ik heb deze ook wel in het roze. Alleen weet ik niet welke maat ik die heb. Maar heel leuk bruin pyjamaatje. Superleuk. Very cute. Ik heb bij de New Yorker helemaal niks geshopt. En ik baal. Normaal gesproken slaag ik altijd bij de New Yorker. Maar het zat nu gewoon niet mooi. Dus helaas. En deze superleuke halter top. Ook van de Primark. I love it. Super cute. Lekker geslaagd. Niet veel geshopt. Maar maakt ook niet uit. Maar de dingen die ik heb geshopt. Ja. I don't know. Weet je. Hiervoor ging ik niet naar Tilburg. Want ik heb een trui. Een pyjama. Een topje en een setje, daar, dat had ik niet per se nodig. Ik heb het gehaald omdat ik het ook gewoon leuk vind. Maar ik hoopte eigenlijk meer nog misschien even wat kleine leuke zomerjurkjes voor over mijn bikini bijvoorbeeld. Maar weet je, ik heb ook genoeg. Ik weet het ook. Maar je hoopt toch dat je misschien wat pareltjes tegenkomt of nog even wat leuke topjes. Maar nee, deze shoplog was een beetje een niet zo'n hele goede sessie. Maar ik ga natuurlijk vaker filmen als ik lekker de stad in ga. Lekker gaan shoppen. Lekker shoppen met Melanie, noemen we het gewoon. Ja, ik hoop dat jullie het alsnog gewoon even leuk vonden om te zien natuurlijk. Zo'n losse video van het shoppen. Normaal laat ik het natuurlijk gewoon in de vlog zien. Maar ik dacht misschien wel leuk om er gewoon een keertje een aparte video van te maken. Dat ik lekker ga shoppen bij de Primark. En dan uiteindelijk nog lekker bij de New Yorker natuurlijk ook. En bij Normal. Alleen bij Normal zelf heb ik niks gefilmd. Maar als jullie het leuk vonden. Als jullie het leuk vonden te zien, laat het dan zeker eventjes weten. Want dan weet ik het voor de volgende keer. En dan ga ik vaker shopvideo's maken. Is het geval dat jullie het leuk vonden, doe dan ook een duimpje omhoog. Abonneer mijn kanaal als je het nog niet hebt gedaan. En dan hoop ik dat ik jullie morgen zie bij de volgende video. Doei doei!